Hoe gaat het eigenlijk met mijn zus? Goed, ook goed. Zonder andere moeder. Ik heb dan een fight team gehad vandaag. Was het leuk? Ja. Wat had zij meegenomen? Hè? Wat had zij meegenomen? Ja, wat ik genoemd had. Ja, moest je niet zelf iets meenemen als je moet eten? Nee, we hoeven er geen brood mee te nemen. Nee, iets lekkers voor bij de IT. Moest je dat niet zelf meenemen? Nee. Ik heb wel tussendoor even gehuild, want we gingen ook liedjes tussendoor zingen. Ja, dat moest je, dat hoor bij school. Eerst waren het allemaal christelijke liedjes, maar er was één tussen. Daar was ik heel emotioneel van. Van Marco Bezzato. Nou, ik zat al huilen. Zo zien we dan. Afscheid nemen bestaat. Bestaat ja. Wel. Het bestaat niet, weet dat nu maar. Rummelpie, kus. Doei. Tot de andere keer weer. Tot de andere keer. En je haar zit leuk vandaag, hoor. Ja, dank je. Ik zat een flikker aan. Vind je het leuk je haar zitten? Nee. Doei. Doei. Ah, heerlijk melig. Afvoordelig, heerlijk melig. O jee. Zeg je dan maar gewoon van je volgende keer aan de zee, maar je hebt te veel dingen, dan willen wij die wel betalen. Franse boel toch. Pupskraats aftalen, dan moet je dat, is gevaarlijk. Franse bulldog is te koop. Met stamboom. Met stamboom? Ja, maar dan heb je een van de originele fokker. Oké. Te koop. Hier heb je er eentje aan het oude, kijk. Leuk hè? Moet je die koppen zien. Geweldig hè? Ja. Hoe vind je ze? Ja. Ik vind ze wel leuk. Ja, leuk hè? Zouden ze een beetje willen hebben? Tuurlijk. Zo'n kleintje, moet die kopjes zien. Grote oren. Ja, €895 zeg. Zo, hallo hé. Ja, dat gaan we echt niet doen. Maar ja, je moet maar eens toevallig net eentje hebben die hem... Om wat voor reden kwijt moet, die ziek is of die persoon en die hem kwijt wil. Dan moet je moet gewoon blijven zoeken, want er is ook, kijk hier ook eentje. Kijk eens joh. Oh, wat een mooie, kijk eens joh. Zo. Prijs op aanvraag, in België. Oh, wat een ding. Zo. Wat is anders dan wanneer je... Oh, dat is waar ja. Ik dacht dat ik misschien wel oppas, hebben we nieuw gehaald. Nee, dat van de week came op en ik had net zoiets van. Ja. Alleen daarom nog niet kwaad. Ik moet je eigenlijk een beetje zeker naar jullie door. Merk je dat ik ben vrolijk? Nee, maar. Ja, wij kunnen dat. Ik ken Jeroen, ik ken ik niet, maar mensen, ik weet mensen die migraine hebben. Ik heb ze meer eentje gesproken, het schijnt echt vreselijk te zijn. Ik ken het niet, ik weet niet wat migraine is. Het schijnt zo'n vreselijk hoofdpijn te zijn. Dat is een hele... Als ik er ziek van zijn. Als je hoofdpijn hebt, dan heb je wel eens van. Weet je wel. Ja, wat ja. Maar dit is echt. Ja. Maar daar kunnen wij niet over wat wij hebben. Gelukkig, hè? Ik heb hem ook niet vaak, hoor. Nee, ja, maar niet vaak. Maar als ik hem krijg... Maar ik merk dat je bent weer vrolijker als je net er binnenkwam. Dat er beter mee gaat. Feyenoord 3-3. Mies tegen Emmen. Kom op, zeg. En dan nog in de laatste seconde Marco 3-3. Heb je nog geluk gehad? Tegen Emmen. Tegen 10 man van Emmen. Hey, jij zei, vanmorgen, Feyenoord gaat winnen, toen zei ik, dan houd ik dat niet te hard. Ze hebben 2-0 voor ons vandaag. En in Mumbertijd was het 2-2, hè Jeroen? Kon je zien, de eerste helft was al 2-2. Ah, toch een afgaan, Mies. Dan moet ik echt nagedenken, hoor. Ik denk ook dat, hoe weet hij, Jan... Ja. Even kijken. Zijkanten. Ja, natuurlijk. Weet niet. Even kijken hoor. 30 miljoen zijn de spelers van beneden van Barcelona. Wist wat? 30 miljoen. Oeh! Ah, kon er niet, net niet, hè? Oeh, ah. Net niet, hoor. Weet je, als die van de week komt en Ajax speelt van de week, zie ik hem daar naast je zitten. Ze vallen maar. Ze vallen ze zo. Iets anders. Oh, die hond! Die hond! Ah. Die hond gaat ook mee doen. Nou, dan is het maar kapot lachen. Ja. Nou, daar kom ik niet meer bij. Ja, dan kun je het maar bijvegen. Zie maar, voor de tv.
Zie je wat er op wat voor soort wedstrijd hij krijgt? Ajax een bal bezit, de PSV doet op de counter. Die wacht rond tot er een foutje van Ajax komt en dan komen ze er snel uit. Zo'n wedstrijd wordt het. Daar is die veelvuldig uit de spits gaat. Al links gezien. Mooi houden, juist. Uitbal, prima, goed neer. Weer uit die bal. Lekker gevoetbald, joh. Hey, Bloem. Dat is niet mooi, hoor.